Goedendag. Je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we een aantal wolkenvelden boven Nederland, maar niet schrikken, het wordt nog steeds een schitterende lentedag. Die wolkenvelden dat zijn hoge wolkenvelden, die zijn vaak vrij dun en dan kan de zon er flink doorheen schijnen. Soms is de wolkje wat dikker, dan wordt de zonneschijn wat getemperd, maar er valt nergens regen uit en de temperaturen lopen flink op. Vanmiddag wordt het zo'n 20 tot 24 graden, alleen in de kustgebieden is het bij wind van zee koeler. Op de waddenstranden Temperaturen van 15 graden, langs de westkust eerst 20, maar later bij een windje van zee ook dalend naar 15 graden. Vanavond gaat de temperatuur overal geleidelijk dalen, maar doordat we in de zomertijd zitten gebeurt dat later dan de afgelopen dagen. Morgen opnieuw schitterend weer, opnieuw een afwisseling van zon en hoge wolkenvelden en het blijft weer droog. 19 tot 23 graden bij een zwakke tot matige oostelijke wind. En ook dinsdag, woensdag en donderdag ziet het weerbeeld er zeer zacht uit voor de tijd van het jaar. Temperaturen halen dagelijks de 20 graden. Dinsdag en woensdag is er een kleine kans op een bui. Donderdag neemt de kans op buien toe. En vrijdag komt de echte weersomslag. Dan gaan de temperaturen weer naar beneden. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl.